1 like is 1 Chucky Pop. Hoeveel Chucky Poppen kunnen we verzamelen? Deze video kan spannend zijn. Ik ben hier in de fabriek waar de Chucky Poppen worden gemaakt. En op zich is het dus gewoon een speelgoedfabriek, niet echt iets om bang voor te... Waarom zit er een gat in de muur? Kunnen we daar... We kunnen er doorheen. En we hebben onze zaklamp niet meer nodig. Oké, we zijn in de Chucky Fabriek en we werken hier schijnbaar. Volgens mij is hier iets niet... Ik zit vast. Volgens mij moet ik hier doorheen. Ja, inderdaad. En kan ik naar beneden toe? Ja, hier worden dus de Chucky Poppen gemaakt. En voor alle duidelijkheid, niet alle Chucky Poppen leven. Hoop ik. Het verhaal gaat dat er 1 pop tot leven is ge... dat is Chucky. Hey Chucky. Leuk dat je er bent. Ik ben in jouw fabriek. Wil je eigenlijk gewoon een knuffel geven en er vandoor gaan? Chucky. Oh. Wat? Oh. Oké, dit kan ik echt een uur blijven doen, dus laten we doorgaan. En weer ben ik aangekomen in een Chucky fabriek. Of eigenlijk de opslag. Wacht eens even. Oh my gosh. Ik denk dat ik al zie wat de levende pop is van deze allemaal. Wat gebeurt als ik dichterbij ga staan? Oh, maar is dit dan de enige? Ik bedoel... Oh, dude! Wacht, wat? Er is toch maar 1 levende... Chucky Pop. Nou, volgens mijn berekeningen zag ik er 1 en nog eens een keer 1. Dat is 1 plus 1. Dat is 2. Ik sta hier bovenop een boomhut. En nu niet meer. Oh my gosh, dude. Dat zijn misschien wel 10, 20, 100 Chucky Poppen. Ik ben blij dat ze niet allemaal leven. Oh my gosh, ik denk dat dit letterlijk de oplage is van alle levende Chucky Poppen. En ze staan allemaal bij elkaar. Ze staan letterlijk naar achter. Misschien houden ze een theekransje. Ik denk het niet. Ik denk dat ze een plan aan het maken zijn om de wereld over te nemen. Oh my gosh, ze zijn met elkaar aan het battelen. Dude, ze zijn aan het kijken wie zeg maar de leider mag zijn van de Chucky's. Hallo jongens, ik ben er. Hoe gaat het? Ik ben een persoon. Ik ben geen pop zoals jullie, maar ik heb wel een mandje met eieren. Misschien kunnen we die delen. Ze zijn letterlijk te druk met elkaar inmaken, waardoor ze mij niks doen. Wat ben jij aan het doen? Jongens, dit is niet cool. Dit is echt de allerschattigste trouwens. Ze zijn allemaal anders. Waarom zweeft jouw hoofd boven je lichaam? Oké, ze zijn allemaal anders. Deze bijvoorbeeld heeft enge ogen. Deze is klein. Deze is een soort van kwaadaardig, wat ze allemaal zijn. Deze is groter dan de rest. En ja. En alweer zijn we in een Chucky fabriek met zo ongelooflijk veel good guy dolls. Want dat is hoe de poppen heten. Good guys. Goede kereltjes. Dat is toch wel een soort van ironisch wanneer er dan 1 tot leven komt en iedereen probeert. Ja, dus in dat opzicht, het is grappig, maar toch ook wel eng. Oké, raad in de comments hoeveel van deze good guy dolls, Chucky poppen, zitten er in dit spel. Want echt per muur zijn het er geloof ik een paar honderd en er zijn meerdere muren. Maar dit is een hele speciale, want hier staat Chucky. Chucky, nee, Chucky. Ligt dat aan mij of is die langzamer dan normaal? Chucky, je moet meer aan je conditie gaan werken. Ik kan gewoon over je heen springen, dude. Maar wacht, ik zag... Oh, dat is een bommetje. Wacht, misschien als we hem er naartoe lokken dat hij afgaat als hij... We hebben Chucky ingemaakt. We hebben Chucky... Oh, ik ben zelf wel een been kwijt. Maar we hebben Chucky ingemaakt. Oké, ik zie hier een gigantische muur met allemaal items waar ik uit kan kiezen. En als ik dan deze kant op ga, dan hebben we weer ongelooflijk veel good guy dolls. En... Is er... Oh! Oh my god. Dude, dat is de allergrootste Chucky Pop die ik ooit heb gezien. Volgens mij is die groter dan welke Roblox creepypasta dan ook. En dat is een soort van geinig, want Chucky is meestal de kleinste creepypasta. Wat is dit? Wat is het? Oh ja, daar is de muur. Is meestal de kleinste creepypasta. Maar weet je dat bommetje van net? Dat werkte best goed. Hier, dat is deze. Oké, dus we nemen dit nu mee. En volgens mij, als we het goed aanpakken... Oké, wacht. We moeten het wel bij hem neerleggen natuurlijk. Oké, daar gaan we. Kom op, dude. Oh, ik heb het compleet fout neergelegd. Oké, Chucky, kom. Hier, kijk. Hier ligt het. Come on, dude. Blijf er even bij. Ja! Oh my gosh, wacht, wat? Oké, dit is een... Oké, ja, dat is waar ook. Chucky kan inderdaad gewoon doorleven, zeg maar. Terwijl die soort van eigenlijk niet meer echt leeft. Dus dat is niet echt realistisch. Maar het is zo. Oké, let's go. We hebben de allergrootste Chucky ingemaakt. We hebben het gedaan. Dude, dat was insane. Maar Chucky heeft een goede vriend. Die ook een pop is. De naam van deze pop is... Wacht eens even. Oh my god. Ik kan mezelf veranderen in SpongeBob. Oké, nu is mijn... Oh, wacht. Ik kan hem ook gewoon weghalen in een seconde. Oh, en ik heb geen gezicht meer. Maar Chucky heeft een goede vriend. En de naam van die vriend is Slappy. En Slappy is volgens mij ook een pop... Oh my gosh. Slappy en Chucky hebben ruzie met elkaar. Oh, Slappy, rustig. Rustig, Slappy. Oh my... Oké, wacht even. Oké, kijk, ze battelen letterlijk. Wauw. Oké.
Maar als we het over levende poppen hebben, dan hebben we het over Annabelle. Is er iets wat je moet weten over Annabelle? Jazeker, ze leeft. Het is een levende pop, net zoals Chucky. Veel mensen zeggen, hey, Chucky en Annabelle zou best wel een leuk koppeltje zijn. En nou ja, ik weet het niet. Zeg maar, ook al zou dat kunnen... Annabelle ziet er best wel eng uit. Misschien nog wel enger dan Chucky. Ik weet niet eens of Chucky dat wil, zeg maar. Misschien vindt die het zelfs wel eng. Maar dit is Annabelle. Het is een levende pop. En op zich, weet je, beoordeel een boek niet op zijn kaft. Misschien moeten we gewoon haar even een knuffel geven. Oké. Weet je, ik vond Chucky toch minder eng. Laten we weer naar Chucky gaan. Ik zie daar een Chucky lopen. Oké, dat is al een soort van reden om niet naar beneden te vallen. Hier hebben we een good guy doll. En het geinige is, die poppen, zeg maar, die dus ook echt in de film gebruikt worden, die kun je kopen. In het echt. Zeg maar echt een 1-op-1 replica. Dus dan heb je eigenlijk gewoon dezelfde Chucky poppen uit de film. Natuurlijk niet die enge, met een eng gezicht, maar die lieve. Die uiteindelijk trouwens wel de enge wordt, dus... Oh. Maar besef gewoon even hoe ongelooflijk creepy dat zou zijn. Dat je gewoon een pop hebt die in de film gewoon tot leven komt. En dat je die dan gewoon casual, gewoon weet ik veel, ergens hebt liggen op je slaapkamer. Dat lijkt me best wel een soort van creepy. Maar ik ben benieuwd wat er gebeurt als wij deze obby halen. Want meestal, als je een obby haalt, dan krijg je een beloning. Ik weet alleen niet wat Chucky voor beloning kan hebben voor mij. Want Chucky is zeg maar niet echt zo aardig, weet je. Oké, ik zie daar in ieder geval een ladder. Volgens mij heb ik het bijna gehaald. En ik denk niet dat je afgaat als je naar beneden valt. Maar Chucky is daar, dus je gaat af. Dus eigenlijk jawel, je gaat wel af. Dit is echt zo'n super droge obby gewoon. Waarschijnlijk staat er echt gewoon een bordje aan het einde van... Hey, gefeliciteerd man, je hebt het gedaan. Hey, nice man. Hey, succes. Ja, hier, staat er letterlijk. Dus ik heb gewoon mijn virtuele leven geriskeerd voor... Goed gedaan, je hebt de obby gehaald. Nou, weet je wat? In dat geval, let's go! Maar robots zijn eigenlijk ook een soort van poppen. Toch, nevertheless, we zijn hier in een Five Nights at Freddy's obby. En ja, weet je, er wordt veel gespeculeerd over wat de Five Nights at Freddy's animatronics zijn. Animatronics betekent eigenlijk robot, dus ik snap niet waarom mensen discussiëren. Het zijn gewoon robots. Maar sommige mensen zeggen dat het eigenlijk een soort van echt monsters zijn die leven. Andere mensen zeggen dat ze geprogrammeerd zijn om gemeen te zijn. Sommige mensen denken dat het mensen in een kostuum zijn. En I don't know, maar wat ik wel weet is dat dit een obby is. En die ga ik halen. En volgens mij heb ik hem al gehaald. Dat ging een stuk... sneller dan ik dacht. Maar oeh, morphs. We kunnen onszelf hier veranderen in elk soort karakter van Five Nights at Freddy's. Let's go. Oh my gosh. We moeten 200 Robux betalen. Weet je wat? Vooruit met die geit. 200 Robux. Geen probleem. Ik ga daarheen. Let's go. Kan ik mezelf nu veranderen in elk karakter? Dat zijn er zoveel. Oké, wacht. We gaan even checken welke vieren. Dit is Mangle volgens mij. Dit is Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. Alleen de Oh my pepperoni met kruidenkaas. Maar degene die ik eigenlijk wil zijn, dat is de Golden Freddy. En ik heb 200 Robux betaald voor iets wat niet werkt. Oké, dat is echt super chill. Of werkt het... Oh nee, wacht, het werkt waarschijnlijk niet omdat ik dat ding op heb. Het is best wel flauw. Bijna niemand kan hier naar binnen, omdat het dus gewoon letterlijk 200 Robux kost. Oké, ik wil de Golden Freddy zijn. De zeldzaamste, meest kostbare Freddy van allemaal. Ja, ik ben mijn hoofd kwijt. Nice, het werkt niet. Weet je wat? Misschien kan ik deze zijn. Ja. Soort van cool. En als laatste wil ik proberen te ontsnappen uit Chuck E. Cheese. En Chuck E. Cheese is volgens mij een Amerikaanse fastfoodketen die zich specialiseert in pizza, maar ook in een beetje een soort van speelhal idee volgens mij, als ik dit zo zie. De mascottes, dat zijn eigenlijk een soort van poppen, I guess, als ik het zo kan zeggen. En vandaar dat ik dat wel een soort van toepasselijk vond, weet je. Want ja, poppen zijn eng. Oké, we zitten nu in een speelmachine van die arcadekasten. Die oude dingen waar je dan zo'n euro zo in... Ik weet niet hoeveel je erin gooit. Maar in ieder geval, dan kun je een spel spelen. Oké, we zijn nu in de keuken. En, oh ja, Chuck E. Cheese. Nou, fastfood, zoals ik zei. Volgens mij... pizza. En ik zeg het en het is er, joh. Dat is mijn superkracht, weet je. Ik wou het eigenlijk niet zeggen. Maar wanneer ik pizza roep, is er ergens pizza. Ik besef hoe chill dat zou zijn, dude. Ik vind slush puppies amazing. Het is alleen, na een paar slokken, dan besef je eigenlijk hoe suikerig het is. En dan ben je zo van, We zijn hier bij... Wat is dit? Nee, ik wil geen hoeveelbord. Ga weg met je hoeveelbord. Waarom zou ik een hoeveelbord willen in een obby? Nou, op zich, het kan het makkelijker maken. Dat is waar, maar ik heb het niet nodig. We gaan eerst door dit speelkasteel. Oh, dit is altijd zo leuk. Oh my gosh, ja sorry hoor. Ja sorry, ik vind het een beetje lastig om te praten terwijl ik moet oppassen voor poepjes. Want dat, oh, come on dude, want dat is eigenlijk wat ik doe. En er ligt hier ook gewoon kleding. Jongens, dit is een speelkasteel, geen kleedkamer. Oh, is een ballenbak. Wacht, waarom is dit gevaarlijk? Oh, waarschijnlijk omdat die ballen mij terugduwen of niet. Oeh, waar zijn we nu? Oh, we zijn nog steeds in dat speelkasteel. Oké, volgens mij moeten we door de glijbaan heen. Oeh.
Maar nu ben ik wel benieuwd. Waar zijn die poppen dan? Ah, dat zijn de poppen. Schijnbaar leven jullie. Zijn jullie heel gevaarlijk en eng? Oké, ik ga er vandoor. Doei. Ik moet naar de wc toe. Stel voor, je moet gewoon. Oh nee, dude. Wacht even. Eeuw. We gaan gewoon naar het riool. Waarschijnlijk. Oh, dat dacht ik al. Oh my god. Gosh, dude. Waarom? En eigenlijk nog een betere vraag. Hoe hebben ze dit door het toilet gekregen? Oh, we hebben het gehaald. Oh, no way. Can we? Dat is... Oké, dat is wel heel gaaf. We zijn Chuck E. Cheese, want dat is volgens mij de naam van deze dude. En nu kunnen we waarschijnlijk spelers mega erg laten schrikken. Oh, dat is geniaal. Wacht, maar ik kan natuurlijk niet overal naartoe, want deze map heeft doorzichtige muren. Weet je wat? Bommetje! Plons. Abonneer en adios.